Het Laboratorium voor Arbeidshygiëne maakt deel uit van de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk. En wij voeren metingen en analyses uit rechtstreeks op vraag van inspecteur of als onderdeel van een eigen meetcampagne. Het is belangrijk dat de kwaliteit van onze analyses en metingen dat die natuurlijk geborgd is door bijvoorbeeld het volgen van vooraf opgestelde gevalideerde analyseprocedures en door gebruik te maken van materieel dat correct wordt onderhouden en regelmatig gecalibreerd. Er kan bijvoorbeeld een klacht zijn of een probleem op een bouwwerf waar een inspecteur bijvoorbeeld twijfelt of er materialen worden verwijderd die mogelijk asbesthoudend kunnen zijn. Wel, in dat geval kan de inspecteur een staal nemen conform de instructies die hij daarvoor gekregen heeft en ons dat staal bezorgen. Wij gaan dan het staal analyseren en we gaan nagaan of dat er al dan niet asbest in het staal aanwezig is. Stel dat het staal positief is op asbest, dan kan de inspecteur op basis van ons analyseverslag een procesverbaal opstellen naar de werkgever toe. De ISO 17025 is een internationale norm met betrekking tot kwaliteitsmanagement specifiek voor laboratoria. Dat is natuurlijk de meest geschikte norm om de kwaliteit van de analyses te borgen binnen het laboratorium. Het strategisch plan van de FOTWAZO voorziet dat alle opdrachten die voortvloeien uit dit plan doeltreffend dienen te worden uitgevoerd en met de hoogste kwaliteit. Daarvoor heeft het FOTWAZO een geïntegreerd kwaliteitssysteem uitgewerkt en voor het laboratorium komt het erop neer om specifiek te voldoen aan de eisen van de zogenaamde labornorm, dat is de ISO 17025, zodanig dat de kwaliteit van de analyses geborgd is en dat deze ook in volledige onafhankelijkheid worden uitgevoerd. Initieel was er een beperkt kwaliteitssysteem aanwezig binnen het laboratorium. Daarvoor hebben we specifiek, om een accreditatie te bekomen, een programma opgesteld waarbij alle processen met betrekking tot de analyses en metingen binnen het laboratorium beschreven dienen te worden en indien nodig geoptimaliseerd. Op basis van dat programma hebben we een aantal projecten opgesteld die ons moesten voorbereiden op een eerste accreditatieaanvraag bij BELAC in juni 2022. In oktober 2022 is er dan de officiële BELAC-audit gebeurd of uitgevoerd door onafhankelijke auditoren met een vrij positief resultaat. Er waren geen grote tekortkomingen en slechts een aantal kleine tekortkomingen waarvoor we een actieplan hebben opgesteld. Eind 2022 hebben we dan uiteindelijk de officiële accreditatie van BELAC bekomen voor de twee testen met betrekking tot de asbestanalyses. Enerzijds voor identificatie van asbest in materialen en anderzijds voor asbestvezeltellingen in lucht. In de toekomst is het natuurlijk de bedoeling dat we deze accreditatie voor de beide testen gaan behouden en dat we ook stelselmatig onze accreditatiescope gaan uitbreiden met andere testen en analyses die binnen het laboratorium worden uitgevoerd.